Het kost RTL Boulevard al geruime tijd moeite om het team wat diverser te maken. In de zomer van 2021 werd Giorgio Hogstam aan het team toegevoegd als muziekdeskundige, maar hij blijkt afgelopen herfst geruisloos te zijn vertrokken. Het werd vanochtend als eerst gemeld op het Juice-kanaal van Yvonne Koldewijer. Yvonne stelt dat het vertrek niet vrijwillig was. Nu heb ik iets heel vreemds gehoord. Een spion uit de kring van Giorgio zegt dat Giorgio aan hem heeft verteld dat hij is ontslagen bij Bully en zijn vrouw er absoluut niet achter mag komen waarom, schrijft ze op haar Juice-kanaal. Waarom niet dan? Het schijnt dat hij zich heeft misdragen en ongewenst opdringerig heeft opgesteld naar dames, wat tot zijn ontslag heeft geleid. Viel me ook al op dat we hem al een tijdje niet aan de desk hebben gezien. RTL Boulevard bevestigt dat Giorgio is vertrokken bij het programma. Het klopt dat Giorgio Hogstam niet meer werkzaam is bij RTL Boulevard, laat een woordvoerster weten. De showrubriek wil echter niet zeggen wat de reden is van zijn vertrek. We doen nooit uitspraken over waarom we niet met iemand doorgaan, dus ook nu niet. Giorgio, die in zijn Instagram-profiel nog steeds heeft staan dat hij voor RTL Boulevard werkt, heeft nog niet gereageerd op zijn vertrek. We'll be right back.